Welkom bij Westerhaas Next Top Model 2010. Hartelijk welkom, kijkers van Westerhaar Digitaal. Met nog 5 modellen in de strijd om de titel van Westerhaas Next Top Model. En het belooft weer heel erg spannend te worden. We naderen bijna het einde. En de meiden zijn weer ontzettend druk geweest. Niet alleen met de fotoshoot, maar ze hebben ook allerlei promotieactiviteiten gedaan in de laatste dagen. Daar zullen we ze zeker nog eens even over vragen. En dat allemaal natuurlijk om u als kijker te laten stemmen op uw favoriete model. Dit keer hebben we weer 2 hoofdsponsoren. Frits Vos, Woonwinkel en Modehuis Klinkhamer. Dan zult u denken van, hebben die 2 een overeenkomst? Nou, dat hebben ze zeker. Ze zijn beide sponsor van deze shoot. Dat is ook niet mis natuurlijk. Maar ze hebben ook beide iets met verbouwen. De ene heeft het achter de rug en de andere zit er nog middenin. Maar ook daar zullen we straks eens een paar vragen over stellen. We gaan zo meteen eerst eens even kijken naar een fotoshoot die gisteravond is genomen. Het is een fotoshoot geworden in het kader van het Drakenbootfestijn. Niek Erens heeft deze opdracht binnengehaald en die kan daar zo meteen veel meer over vertellen. Het was in ieder geval ontzettend leuk, maar wel erg koud in het zwembad De Zandstuven in Vroomshoop. Ik wens jullie allemaal ontzettend veel kijkplezier. En meiden, zet hem op! Annemie Klinkhamer Mode is een van de hoofdsponsoren van deze shoot. Ik word altijd al gekleed door Klinkhamer Mode, maar dit keer hebben jullie de modellen ook gekleed. Was het lastig om wat te vinden? Nee, het viel op zich best wel heel erg mee. Ik dacht, nou, dat wordt wel heel erg moeilijk, omdat ze natuurlijk best wel hele kleine maat zijn. Maar het viel heel erg mee. Het ging hartstikke goed. Het thema is chic, heb ik begrepen. Hoe hebben jullie dat ingevuld? Ja, toch wel iets nettere kleding, door middel van jurkjes en ja, leuke tunieken. Toch wel iets chiquer dan gewoon met gewoon shirt en een broek. Oké, ja, ook de kapsels zijn er dit keer op aangepast, dat ze een beetje glamorous er allemaal uitzien. Oké, dankjewel. Jeroen Klinkhamer, de 4e generatie Klinkhamer, als ik het goed heb, hè? Ja, inderdaad. Voor de 4e generatie. En volgens mij hebben jullie inmiddels een fikse verbouwing achter de rug. Ja, we hebben begin dit jaar hebben we verbouwd. Meestal doen we om de 6-7 jaar gaan we de hele zaak verbouwen. En dit jaar was het dus heel rigoureus. Het enige wat eigenlijk is blijven bestaan zijn de buitenmuren. Dus binnen is echt alles veranderd? Ja, eigenlijk is binnen alles veranderd. Het tapijt is veranderd, het pakket is veranderd, een totaal nieuw lichtplan, volledig nieuw interieur, een aantal nieuwe merken erbij. Dat zag ik op jullie site. Jullie hebben bewust gekozen om een aantal nieuwe merken toe te voegen? Ja, dat was een wens van ons. Er zijn een aantal merken bijgekomen die landelijk vrij bekend zijn. En we kregen heel veel vragen van mensen van waarom wij dat merk niet voeren, zeg maar. Dus die hebben we nu toegevoegd. Dus het totaalplaatje is eigenlijk nu nog completer geworden. En het is zowel dames als herenkleding? Ja, wij hebben dames, heren en jonge mode. En jonge mode begint bij ons ongeveer bij de leeftijd van 4, 25 jaar ongeveer. Dus geen kinderafdeling? Nee, dat was vroeger. Dat was vroeger? En dat gaat ook niet meer gebeuren? Nee, in de loop der jaren hebben we ervoor gekozen om te specialiseren, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk is bij elke verbouwing is er iets weggegaan. En voor een aantal verbouwingen geleden was dat de kindermode. We hebben een lingerie gehad, hebben we ook weggedaan. Dus op die manier zijn we gewoon, dat wat we hebben is eigenlijk heel groot en heel ruim in aanbod. Dus we krijgen dan wat meer keuze op dat wat je wel hebt, zeg maar. En jullie klandizie, is dat met name uit Westerhaar of toch ook wel uit de regio? Onze klandizie is eigenlijk uit de hele regio. Maar ongeacht waar onze klant wegkomt, bieden wij de klant toch onderscheidende mode voor betaalbare prijzen. Dus gelukkig hebben wij een heel ruim verzorgingsgebied. Goed. Dankjewel voor dit gesprek. Succes. Ja, prima. Bedankt. Niek, ja. Druk bezig. Gisteravond in het zwembad. Hoe ging dat? Ja, ging mooi. Ik vond het geweldig. Je hebt de foto's net waarschijnlijk al gezien. Het is absoluut de moeite waard geweest. En volgens mij hebben de meiden ook enorm van genoten. Dus. Wat ik echt waanzinnig leuk vond, is dat echt alle 12 modellen er gewoon weer waren, hè, die mee hebben gedaan. Ja, dat vond ik absoluut, dat vond ik het allermooiste. Ik was helemaal blij dat ik ze alle 12 weer zag. En het schijnt ook helemaal geen moeite gekost te hebben om ze alle 12 bij elkaar te krijgen. Dus, en dat is eigenlijk de hele insteek waarom, als wij dit hele wedstrijdje begonnen zijn, dat we dus een x-aantal meiden hebben die dus een beetje boeg staan voor Westerhaar, de jeugd in Westerhaar. Want ze gaan ook nog echt meedoen aan de kanaalrace? Drakenboot Festival. Excuus. Jazeker, ik heb ze persoonlijk ingeschreven. Volgens mij startnummer 21-22, topmodels on tour. Dus ze gaan echt voor de prijzen meedoen, dus 28 augustus.
En nou, de boot is gisteravond in het water blijven liggen. En de meiden zijn redelijk droog gebleven. Denk je dat dat 28 augustus ook gaat gebeuren? Nou, ik hoop het eigenlijk wel. Want vorig jaar zijn er een paar enthousiast omgeslagen. En dan kost het ons vrij veel tijd. Ik zit midden in de organisatie om zo'n boot weer boven water te krijgen. En, dus ja, ik ga er wel vanuit. Oké, ik hou je niet langer van je werk. Want volgens mij gaan we gewoon beginnen. Ja, we gaan nu beginnen. Kim, jullie zitten hier te kijken naar foto's van gisteravond. Wat was dat gisteravond? We moesten de foto's van het Drakenbootfestival voor in augustus. Het Drakenbootfestival. En jullie zaten dus echt in een drakenboot? Ja, we zaten in een drakenboot met z'n allen, ja. En Nikki, is er niemand in het water gevallen? Nee, we zijn allemaal droog gebleven. Nou ja, droog. We bleven in ieder geval in de boot. En jullie kijken de foto's nu. Zitten er een paar leuke foto's tussen, Nikki? Zijn wel hele leuke foto's. Tinsa, jij zat op een gegeven moment voor op die boot. Je moest het ritme aangeven. Ging dat een beetje? Nou, dat is heel moeilijk op zich al, want we gingen allemaal ongelijk. En nou ja, moet je weer op die trom slaan, maar dan zit de helft in het water en de helft niet. Dus dat was best moeilijk. Antoinette, heb jij droog gehouden gisteravond? Nou, ik zat zelf vooraan, maar het ging erg hard. Dus niemand heeft het volgens mij droog gehouden. Iedereen was echt goed nat. Volgens mij hebben jullie het allemaal wel heel erg gezellig gehad. Ja, ja. Mooi. De boot op het plekje. Heel huis. Geen rare dingen gaan doen. Geen niet hoger, iets meer lift hier al gezegd. Zo, dan een stukje. Doe hem iets meer met het ding. Dat ding wacht er nou een beetje bij. Dus doe hem een beetje in de aanslag. In ieder geval, ja, kijk, dat is dramatisch. Nikki, jij hebt een extra promotieactiviteit gedaan bij Bakkerij Slomp, geloof ik. Hè? Je hebt gebakjes verkocht. Hoe is dat gegaan? Ja, ging heel goed. Ja, ik heb alles verkocht. Dus, En hoeveel gebakjes waren er gebakt? 252, geloof ik. Oké, super natuurlijk. En het was ook wel voor een goed doel, hè? Ja, voor Kika. Dus belangstelling genoeg? Ja. En denk je dat je daar veel stemmen gaat winnen? Nou ja, ik hoop het. We zullen zien. Ben je er zaterdag de hele dag druk mee geweest? Van 7:30 tot 14:30 ongeveer. Yes. Want je had er in ieder geval hartstikke lekker weer bij. Ja, dat klopt. Succes met de shoot. Dankjewel. Janieke, het thema is chic. Je ziet er hartstikke chic uit. Ja, enorm. We zijn bij Klinkkamer geweest, we moesten kleren bij Klinkkamer passen. Nou, het is wel heel leuk. En mocht je dat nou zelf uitzoeken of gaven ze ook nog advies? Ja, ze gaven een fiets en wat wij zelf wel leuk vonden, nou, dan gingen we kijken hoe het paste. En de afgelopen week heb jij ook extra dingetjes gedaan in het dorp om stemmen te winnen? De afgelopen week, dat was met de bloemenactie van de Lely was dat. En had jij ook veel publiek daar? Ja, het was best wel veel publiek. Dus, en nou maar afwachten hè, of het stemmen op gaat leveren. Ja, ik ben zeer benieuwd. En voor vandaag, heb je er zin in? Ja, ik heb er enorm veel zin in. En als jij nu gaat winnen, wat denk je dan wat je allemaal te wachten staat? Oh, van alles, dat je moet helpen met allerlei dingen. En daar zie je niet tegenop? Nee, het lijkt me heel erg leuk. Ja. Heel veel succes. Dankjewel. Voorwinkel Frits Vos, een van de hoofdsponsoren van deze 8e aflevering van Westerhaas Next Topmodel. Ik las op de site van jullie dat jullie voor ieder huis wat hebben. Betekent dat jullie verschillende stijlen kunnen leveren? Ja, in principe wel. We hebben zowel voor jonge mensen als voor de middelklas, zeg maar. Hebben jullie ook behalve meubels accessoires? We hebben vrij veel woonaccessoires. We hebben ook tapijt, een tapijtafdeling, een gordijnenafdeling. En bedden. We zitten hier op een bed en dat wou ik dus net vragen. Volgens mij hebben jullie ook een beddenafdeling. Ja, dat klopt. Ja. En wat vrij uniek is, denk ik, de mogelijkheid is bij jullie om meubelen in te ruilen. Dat is heel uniek.
Kijk, met ons meubels onderscheiden wij ons natuurlijk niet echt significant van de rest. Maar dit is wel voor iedereen een manier om te zeggen van, nou, ik ben nog niet aan wat nieuws toe, maar ik wil wel graag wat nieuws. Want het oude spul brengt toch nog weer iets op. Dat vond ik wel, dat jullie een hele leuke naam bedacht hebben voor die tweedehands meubelen. De Vintage Hoek. Ja, leuk hè? Maar ja, goed, je ziet het overal natuurlijk op het moment met de recessie. Alles wordt hergebruikt, dus ja, daar moet je toch een beetje de aandacht op vestigen. En ja, ik heb in mijn intro even gezegd van, jullie zijn aan het verbouwen. Kun je daar wat over vertellen? Wanneer is de verbouwing klaar? Zoals nou de vlag erbij hangt, zal eind mei de oplevering wezen van de aannemer. Eind juni, sorry. En daarna moeten wij aan de slag. Maar de winkel is nu gewoon bereikbaar voor de klanten? Ja hoor, we gaan gewoon door. En kunnen we nog leuke acties verwachten voor de mensen? Er zit nog wel iets in de pen, maar daar wil ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Okay. Dat is voor de opening. Oké, dan wachten we dan maar af tot de opening. Er komt een tweede verdieping bij? Ja, er komt beneden een stuk en boven een stuk. Het samen is ongeveer 1300 meter. En nu zit de beddenafdeling nog in een aparte ruimte. Dat komt straks allemaal in het ene gebouw? Ja, het gaat allemaal weer onder één dak. Dat is toch wat makkelijker, het werkt wat makkelijker voor iedereen. En de andere ruimte, daar ja, willen we een soort outlet van maken. Oké, okay. Nou, we zijn ontzettend benieuwd natuurlijk en ook heel erg benieuwd naar het resultaat. Vandaag is de fotoshoot, het thema is een beetje chic en Frits Vos heeft een hele mooie stoel geleverd waar straks de modellen ja, in gaan zitten en waar de mooie foto's gemaakt gaan worden. Ik wens jullie heel veel succes met de verbouwing en dankjewel. Tot de volgende keer. Dikkie, we zien jou niet zo heel veel meer in de winkel, kan het kloppen? Ja, dat klopt. Ik geniet heel erg van mijn vrije tijd op het moment. En wat doe je zoal in je vrije tijd? Van alles. Ik ga fietsen, ik doe de tuin en ik doe mijn werk. Ik was en ik streek, zoals ieder normaal mens. En mis je het ook een beetje om in de winkel ja, te staan? Ja, in eerste instantie wel, maar dat wordt steeds beter. Ja. Volgens mij heb je goede opvolging. Ja, perfect. Perfect, anders moest ik me wel ongerust maken, maar dat hoeft niet. Nee. Oké, okay, dankjewel. Josien, gisteravond was er een extra fotoshoot in een of andere drakenboot. Nou heb jij ook nog een heel leuk prijsje gewonnen gisteravond. Ja, ik heb een super mooi prijs gewonnen. Ik mag mee in de ballonvaart, waarschijnlijk vrijdag, als het weer goed is. Oh, dat is helemaal geweldig. En waarom heb jij die prijs gewonnen? Ja, Nick vond dat ik het meest gegroeid was. Ik was in het begin een beetje een bankvogeltje, zei hij. En ik was nou gewoon een gek aan het doen. En dat ik meer durfde, dat ik uit mijn schulp was gekropen. Dus ja. Dus daar heb jij dat aan verdiend. Dus vrijdagavond dan zwaai jij naar heel Westerhaar. Ja, dat ga ik zeker doen, ja. Ja. Heel veel succes, meid. Ja, dank je. Kim, hoe heb jij de afgelopen week de mensen uit Westerhaar overgehaald om op jou te stemmen? Ik ging vorige week zaterdag ging ik tanken voor de mensen. En kaartjes uitgedeeld met mijn foto en de site erop. Zodat ze op me kunnen stemmen. Ja, je hoopt natuurlijk dat het genoeg zal zijn, hè? Je ziet er prachtig uit. Ook jouw kapsel is in een wat chique stijl gestyled, zie ik. Ja, klopt. Ik vind het heel erg leuk zo. Ja, ik heb het anders, hè? En de kleding van vandaag? Ja, dat is ook weer heel wat anders dan normaal, maar ik vind het echt heel erg leuk. Ja. Gisteravond zaten we nog in het water, hè? Dat was ook erg grappig. Ja, dat was heel erg leuk, ja. Heel erg gelachen, ja. En niet verkouden geworden, want het was best koud. Ja, het was heel erg koud, maar ik ben niet verkouden geworden, gelukkig niet. Oké, nee, dat zou natuurlijk ontzettend jammer zijn, want dan zou je deze prachtige shoot missen. Ja. Het is best wel weer spannend. Er zijn nog 5 modellen in de race. Hoe schat jij je kansen in? Ik heb echt geen idee, echt niet. Nee. Veel succes maar. Ja, dank je. Jullie hebben de make-up weer gedaan van Trendline. Het thema is een beetje chic, een beetje feestachtig. Hebben jullie daar extra aandacht aan besteed? Ja, we hebben nepwimpers gebruikt, wat langer. En daar hebben we afgezet of aangezet met glitters. Dus dat hebben we en onder de ogen met extra glitteraccent gelegd. Dus ja, dat lijkt allemaal net weer met wat chique. Het is allemaal wel heel feestelijk, ja, natuurlijk, hè? Glitters, ja, dus dat lijkt allemaal net weer wat leuker. Anders is het elke keer gewoon zo standaard. Dan heb je de oogschaduw. Dus nou, het echt gewoon voor laten lopen met glitterlijntjes. Dus het lijkt hartstikke leuk. Nou, ze zien er allemaal fantastisch uit, ja, hoor. Ja, nou ook niet. Ja, echt feestelijk. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Antoinette, je ziet er weer glamorous uit. Hoe voelt dat zo? Nou, ik voel me nou echt heel deftig. Ja, een beetje druk en met het haar zo. Ja, vind ik heel leuk.
Gisteravond hebben jullie in het zwembad een opname gemaakt. Daar waren alle modellen die mee hebben gedaan in deze wedstrijd weer bij. Hoe was dat met z'n allen? Nou, dat is wel heel leuk als je zo weer de hele groep ziet. Want heel langzaam gaat er iedere keer iemand uit. Nou ja, in het begin ging dat wat sneller dan op het eind. Maar nu zie je de hele groep weer bij elkaar. En dan denk je echt van, nou, leuk dat je eigenlijk zo'n grote groep bent. Het is toch wel heel gezellig. En jij hebt ook vast wat extra promotiewerk gedaan om stemmen te winnen? Nou, ik heb nogal gepromoot. Ik ben zaterdagochtend ben ik eerst bij Kapsalon Smelt. Ben ik geweest om handmassages te geven aan de klanten. Heb zo flyertjes uitgedeeld en, om mij zo te promoten. Daarna ben ik naar Wijdsoppoort geweest in Vriezenveen. Daar heb ik ook flyertjes uitgedeeld. En even kijken hoor. Smiddags bij de voetbal. Daar was de Oldies tegen de Jonkies. En gisteren ben ik nog rond geweest met Manades, Berghuis. In de auto en daar mocht ik mijn zegje ook doen door heel Westerhaar, dus dat was wel heel duidelijk. Nou, je hebt er wel ontzettend veel aan gedaan om in ieder geval de kijkers ook van Westerhaar Digitaal om op jou te laten stemmen. En ja, nu is het maar afwachten hoe dat uitpakt. Ja, nou dat zeker. Ik hoop dat het geholpen heeft nu. Oké, heel veel succes. Dank je. Stem 8 en 9 op www.westerhaardigitaal.nl. Westerhaar's next step model. Helpt u mij eronder verder? Fijn. Morgen wel. Hou zo. Ja, perfect. Mooi. Ja, mooi. Ik zie hier in het publiek ook Kim van der Vlis nog even staan. Kim, hey. Je bent er ook nog even bij vanavond? Ja, klopt. Even leuk om te kijken? Ja, tuurlijk. Gijs, mag ik jou even wat vragen? Ja. Jij bent ook betrokken bij Westerhaar Digitaal. Hoeveel uur per week ben jij daarmee bezig? Maar heel wisselend, dat kan je niet zeggen. De ene keer wat meer dan de andere keer. Maar is dat 1 uur, 2 uur? Nee, wel wat meer. Maar heel wisselend, heel sterk wisselend. Volgens mij hebben jullie een heel druk jaar dit jaar met 125 jaar Westerhaar. Ja, dat klopt. Volgen jullie alle activiteiten? Nou, qua fotografie en filmen doen met name Herman en René het meeste. Filmen Gerard, zoals je weet. Ik spring bij daar waar nodig. En op de achtergrond wat dingetjes doen. En zoals nu een beetje de camera bedienen. Dankjewel. Ja. Oh ja. De meiden hebben nu allemaal individueel een fotoshoot gemaakt. Dus daar zijn we nu klaar mee. En ja, dan is het zoals gewoonlijk altijd weer tijd voor die hele leuke groepsfoto. En zo we zien, gaat dat dit keer op een bed gebeuren. Nou, ik ben erg benieuwd. Allemaal heel ontspannen nu. De fotoshoot zit erop. En dit is altijd weer die leuke groepsfoto, hè? Ja, klopt. Allemaal op het bed nu, ditmaal. Maar wel leuk om te doen. Klein groepje nog over. Goed, we zijn straks heel benieuwd wat het allemaal weer gaat worden. De jury moet zich zo meteen weer beraden en de stemmen van internet zijn inmiddels weer geteld. Dus we wachten het af. Ik wil jullie niet zenuwachtig maken hoor. Nee, dat dacht ik al. Zie, hier is daar in toe hangen. Doe het zo is mooi. Bedankt, net hier gezegd. Ik ga net draaien, zo is mooi. Ja. Ga je met elkaar aan hangen? Ja, dat is goed. Kijk je. Allemaal dank je. Dankjewel. Maak je wel die kijkers zo'n opname? Nou, niet zo heel veel hoor, dat valt mee. 20, 30? 50, 60, 80. Waar gaan deze foto's allemaal op Westerhaar Digitaal? Ja, natuurlijk nemen we goed bezoeken ze wel uit. Maar ja, in principe het meeste komt op Westerhaar Digitaal. Ja. Dus alle kijkers van Westerhaar Digitaal kunnen ze weer gaan bekijken straks. Wanneer worden ze er ook alweer opgezet? Dat is een klein beetje mee zit vanavond nog en anders staan ze er morgenochtend op. Zijn jullie snel? Ja, tuurlijk. Moet toch ook. Ja, dat was echt aan.
studio, ja. Maar gewoon echt buiten. Dus nou, dat vind ik wel van lef getuigen. Dus, mooi natuurlijk. Ja. 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 Dat is wel mooi dat ze allemaal iets bedacht hadden eigenlijk. Hè, van wat ze gingen doen. En ze gingen anders, ondanks dat natuurlijk in de setjes waar je op een bepaalde manier moet liggen met alles andersom omkleurt. Maar ja, dat ziet er ook niet als je het uit. Nee. Het is echt lekker in ons land. Nee, precies. Ja, leuk. Dus dat gaan we niet makkelijker op. Maar het is gewoon een frisse foto. Ja, een heel andere foto. Ja, absoluut. Nou, ik ga waarschijnlijk Gerald weer een heel sneu ongelukje. Ik ben bang dat ik uit het raam val of zo. Denk je dat? Ja, als je een klein drukje geeft, dan denk je, oh, dat is wandel. En dan denk je, oh, Gerald! We zitten hier op een prachtige filmset in de studio bij Nick Erens. En het is weer tijd voor die hele vervelende, nare eliminatieronde. Modellen, wat zijn jullie druk geweest de afgelopen dagen? Jullie hebben er echt alles aan gedaan om stemmen te winnen via Westerhaar Digitaal. Maar is het voldoende? Sommigen van jullie komen uit het niets. En zijn een reizende ster. Anderen blijven daar net weer iets achter. En jullie weten het. Als ik je naam noem, kom je naar voren en mag je je foto halen. En dat betekent dat je door bent naar de volgende ronde. Josien. Josien meid, je was ook weekwinnares. Je hebt een prachtige prijs gewonnen. Probeer dat vast te houden. Je hebt een hele mooie kans gekregen nu. En kop hem in en maak er gebruik van. Gefeliciteerd meid. Nicky. Goed gedaan. Je bent ook door naar de volgende ronde. Henieke. Een zucht, zag ik. Gefeliciteerd. Je bent door naar de volgende ronde. Dank je. Het is altijd weer een heel moeilijk moment om weer afscheid te moeten nemen. Maar het is onderdeel van de wedstrijd van Westerhaas Next Topmodel. Ik hou jullie niet langer in spanning. Kim. Net voor jou is deze strijd om de titel voorbij. Even een korte reactie. Ja, heel jammer. Ik heb echt wel genoten. Maar ja, er moet er een uit. Dus helaas was het dat deze keer. Ja, je hebt er wel ontzettend veel aan gedaan de afgelopen dagen, geloof ik, hè, voor de promotie. Ja. Nou, ik kan niet zeggen dat ik mijn best niet heb gedaan om de stemmen te krijgen. Nee. Dus het zal gewoon zo moeten zijn. Dus jammer. Nou, een geweldige ervaring rijken, lijkt me zo. Ja, dat zeker. En de gezellige meiden allemaal. Ja. Dus volgende week gewoon weer lekker hier kom kijken naar toch? De rest. Ja. Oké, okay. Heel sportief. Dankjewel, meid. Okay. Is het een zware trap? Een heel zware trap. En doe je dit vaker? Nee, niet zo heel vaak. Hoor. Eén keer in de week. Wij brengen het aan. En de ramen laten we hem op. Oké, okay. Je vrouw is erg blij mee natuurlijk. Zeer blij. Altijd dreft natuurlijk in een emmer. Dreft? Waarom gebruik je dat dan? Dreft streep niet. Droog streeploos op. Gaat lekker lang mee, hè? Gaat lekker lang mee en goed op, hè? Bedankt, hè?